Er was extreem veel scepties over de technische haalbaarheid. Het idee van de MRI-versneller is dat we tijdens het bestralen van tumoren, dus met radiotherapie, wilden zien wat er gebeurt in het lichaam van de patiënt. Dus dat we kunnen zien wat we bestralen. En met MRI kunnen we de anatomie van die patiënt in beeld brengen. Toen wij dus de eerste keer lieten zien dat we MRI-beelden konden maken van een ribcarbonade en die ribcarbonade ook konden bestralen, toen hadden wij een soort mijlpaal van jongens, het kan wel. We maken elke dag een nieuw behandelplan. Doordat wij minder doses op de omgeving geven, kunnen we meer doses op de tumor geven. En daardoor hoeft de patiënt ook minder vaak terug te komen. Dus de patiënt in plaats van 20 keer, hoeft maar 5 keer. En bij de prostaat zijn we aan het kijken of we misschien na 3 keer of na 2 keer de patiënt maar terug hoeft te laten komen voor een behandeling. Dus meer kans op curatie en een kleinere kans op bijwerkingen. We willen toe naar real-time adaptive. Dus elke keer dat de patiënt beweegt, ademhaalt, hoest, kunnen wij het plan aanpassen. Daar willen we naartoe. De helft van de kankerpatiënten wordt behandeld met radiotherapie. En de totale kosten van radiotherapie op het oncologische kostenpalet is ongeveer 10%. Dus elke patiënt die wij extra met radiotherapie kunnen behandelen, dat is winst. Dat is natuurlijk de belofte waar we naartoe aan het werken zijn. Alle patiënten die worden gevolgd in een cohort. De eenjaarsevaluatie laat zien dat wij het net zo goed doen als de gewone behandelingen en dat we iets minder bijwerking hebben. Het allereerste idee is uit 1999. En in 2017 hebben we de eerste patiënten behandeld. Inmiddels zijn er iets van 100 van deze machines verkocht over de hele wereld. Dat is de kracht van een UMC. Dat je zegt, vanuit de klinische vraag, willen we dit gewoon gaan doen? Toen dat eenmaal gelukt was, toen was het wel echt een kroon op 20 jaar werk. Dat we daadwerkelijk die innovatie die we voor ogen hadden, tot aan de patiënt hebben kunnen brengen.